Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaina Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je niks mist van mijn video's. En tegenwoordig kun je me ook bedankjes sturen. Vind je het leuk, content die ik maak, dan kun je hier onderaan de balk van de video op bedankt klikken en kun je mij een bedankje sturen. Lukt dit nou niet via YouTube om dit te doen, dan heb ik ook in de beschrijving een link gezet om op een andere manier mij een bedankje te sturen. Hiermee steun je mij enorm en super bedankt. Ik hou van jullie. En al het goeds dat deze wereld en de kosmische wereld eigenlijk te bieden heeft. Maar we zijn beland bij redenvoering 18 en van Saint-Germain, dit prachtige werkboek. En we gaan weer lekker verder. Luister ook deze video zoveel mogelijk. Sowieso de serie. Je kunt in de playlist checken. Als je de hele serie wilt bekijken. En playlist Saint-Germain. Programmeer jezelf met de mooie dingen. Liefdevolle dingen. En hoe we dit ego dus kunnen wegdoen. Kunnen beheersen. Controle over gaan krijgen. En weer macht over onze eigen gedachten en lichaam krijgen. Nou, redenvoering 18, Saint-Germain, 1 december 1932. Aanroeping. Machtige, lichtende intelligentie, die ik ben. Dankbaar en vol lof treden wij nu binnen in de volheid van uw tegenwoordigheid. Wij ontvangen voor altijd uw onbegrensde zegeningen. Uw kracht, uw moed en uw vreugde, enthousiasme, hetgeen zich allemaal zelf bevestigt. Wij weten dat er slechts één tegenwoordigheid is. Ik ben die tegenwoordigheid van alle activiteit, alle wijsheid en kracht. In de vrijheid van deze machtige tegenwoordigheid blijven wij sereen en onbewogen te midden van alle materiële zaken die lijken te wijzen op het tegengestelde. Ik blijf sereen in uw eeuwige grootheid. Ik maak aanspraak op uw heerschappij. Ik sta in de straling van de eeuwige God en ik kijk u steeds recht in het aangezicht. Ik groet u vanwege de grote heerschaar. Ik breng u ook hun zegeningen voor het vrolijke enthousiasme dat is ingetreden. We zullen trachten u te ondersteunen in dit vreugdevolle enthousiasme. Dat het middelpunt van deze straling is, zodat alle studenten deze geestdrift zullen voelen en ernaar handelen. Deze week is er veel meer volbracht dan was vooropgesteld. Samen met u verheugen wij ons ten zeerste. De liefdevolle zegeningen van iedere student voor de anderen is zeer prijswaardig. Dit eenvoudige feit zal de deur wagenwijd openen om de volheid te ontvangen die voor hen bestemd is. Redenvoering. Het zou mij ten zeerste verheugen indien de studenten speciaal in deze periode en met al het enthousiasme dat zij kunnen opbrengen, de volgende bevestiging zouden gebruiken. Ik weet dat ik het gebruik van Gods eindeloze overvloed ben. Overvloed. Hierbij zou ik u willen uitleggen dat wanneer een groep studenten eengezind werkt vanuit hetzelfde principe en wanneer ze deze bevestigingen gebruikt, zij deze grote overvloed niet alleen in hun eigen leven brengen voor eigen gebruik, maar tevens zegenen zij hun medestudenten met hetzelfde. Want ik ben de tegenwoordigheid in iedereen. Dit is de machtige kracht van samenwerking. Iedereen zou deze moeten gebruiken. Studenten die elkaar voortdurend liefhebbend zegenen, worden werkelijk omhelsd door de grote ik ben tegenwoordigheid. Wanneer ze deze werking erkennen, bevelen ze dezelfde zegening en werking voor de anderen als voor zichzelf. Dit is de juiste houding die men moet aannemen. Indien deze houding in ieders hart oprecht wordt gehandhaafd,
zal niemand in deze omhelzing gebrek hebben aan goede zaken. De student die echter toelaat dat hij enig gevoel van onvriendelijkheid tegenover de ander behoudt, sluit zichzelf af van deze grote straling en zegening. Laten we nu doordringen tot de kern van wat u vanmorgen geraakt heeft, namelijk het eenvoudige begrip van Gods wil en vrije wil. Gods wil is de overvloed van goede wil, het geboorterecht van alle kinderen van God. Wanneer u naar het licht reikt door de machtige Ik Ben tegenwoordigheid oprecht te gebruiken, dan kunt u niet anders dan vragen dat Gods wil volbracht wordt. Als kinderen van God de Vader, die zijn kinderen de vrije wil heeft gegeven om te kiezen, moet u begrijpen dat het alleen aan u is om te bepalen wat er zal gebeuren in uw leven en uw omgeving. Aangezien de student een vrije wil heeft, moet hij verstaan dat God in zijn leven en in zijn omgeving enkel kan handelen volgens zijn bewuste instructie. God is het grondbeginsel van alle leven en elk kind van God is een verpersoonlijkt, bewust handelend deel van dat ene grote levensprincipe van liefde en kracht. God heeft ieder van zijn kinderen dit wonderbare bewustzijn geschonken. Dit bewustzijn is alomtegenwoordig en als het ware eeuwig rekbaar. Het kan op een punt gefocust worden om te schrijven met een pen van licht of het kan uitdijnen om de wereld te omvatten. Bewustzijn is altijd onderworpen aan de instructie van de vrije wil. Het is zeer spijtig dat de orthodoxe leer verkondigt dat God in het leven van een persoon of een natie handelt, vanuit zijn eigen vrije wil. Dit is absoluut niet waar. God kan enkel handelen doorheen het denkvermogen van zijn eigen verpersoonlijking, die bekleed is met de persoonlijkheden die u rondom u ziet. Deze personen zijn slechts voertuigen voor het gebruik en de uitdrukking van deze machtige individualiteit, die Gods wil en uw vrije wil is. Dit treedt enkel in werking door een bewuste instructie. Ik zeg u dat elke functie van uw lichaam in stand gehouden wordt door bewuste handeling. Hoewel u zich hiervan niet bewust bent. Wanneer u alsmaar dieper doordringt in het bewustzijn van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, zult u uiteindelijk begrijpen dat geen enkele menselijke handeling kan plaatsvinden zonder zelfbewuste handeling. Een eenvoudig bewijs hiervan is iets dat ieder van u op elk ogenblik kan testen. Ik wens een fysieke handeling te stellen. Deze handeling wordt steeds voorafgegaan door de gedachte om dit te doen. Anders zou de hand of het lichaam deze handeling niet kunnen uitvoeren. Datgene wat de mensen onwillekeurige handelingen noemen, is datgene wat het begrip van hun eigen wezen versluierd heeft. De studenten zouden deze bescheiden verklaring moeten doorgronden en erop mediteren, want het zal hun denken zuiveren van iedere obstructie. U bent zelfbewuste handelende wezens met een vrije wil. Dit is werkelijk zeer belangrijk voor de gezegende, ernstige studenten. Ik hou van ieder van hen, zowel van de mannen als van de vrouwen, zelfs al zouden de echtgenoten van de dames hier tegen bezwaren hebben. In beide lessen van deze week was de verpersoonlijkte tegenwoordigheid van Jezus Christus in uw midden. Tijdens de ene les was hij tegenwoordig onder de vorm van de levensboom. Iedere student vertegenwoordigde een tak. Tijdens de andere les was hij tegenwoordig als de zuil van de verblindende straling, die zijn zichtbare persoonlijke gedaante omhulde. Tijdens de eerste les bevond zijn gedaante zich in de levensboom, maar zij was niet zichtbaar, om niet te spreken van de andere opgevaren meesters, die tegenwoordig waren.
Nada, Tja, Ara, Lanto en ikzelf waren eveneens op het appel. Ik wens deze klas gezegende jongens die een roze roos in hun midden hebben, te zeggen dat ik hen allen vreugdevol en innig omhels, zodat zij de straling van mijn wezen kunnen benutten en inademen. Vrijheid en heerschappij liggen voor hen binnen handbereik, indien zij zich houden aan dit onderricht en het toepassen. Verder wens ik dat de studenten begrijpen dat de levensstroom doorheen het denken en het lichaam vloeit. Hij komt steeds zuiver en onbezoedeld tot hen en bevat alle kracht, moed, energie en wijsheid die men ooit kan verlangen. Maar bij gebrek aan beheersing van het denken en het voelen, bezoedelt men onwetend deze zuivere essentie met verkeerde denkbeelden waarop de aandacht gevestigd werd. Laat uw denkvermogen op geen enkel ogenblik met iets anders bezig zijn dan met er bewust van te zijn dat ik de enige intelligentie ben die handelt. Dit zal verhinderen dat de machtige, wonderlijke levensstroom verkleurd en bezoedeld wordt door een verkeerd begrip van de lagere werking van het denkvermogen. Dit is het eenvoudige geheim van werkelijk alle volmaaktheid, als men het maar kan begrijpen. Dit grote leven kan door iedereen zuiver en volmaakt gebruikt worden, maar door gebrek aan inzicht schrijft het lage denkvermogen aan het leven voortdurend disharmonische begrippen toe. Aldus veranderen menselijke wezens door oorspronkelijk volmaakte werking van het leven in datgene wat in hun wereldlijke activiteit uitgedrukt wordt met beperking en tweedracht. Dit zou de studenten de eenvoudige zelfbevestigende werking moeten verklaren van dit wonderbare volmaakte leven dat voortdurend door hun lichaam en denkvermogen stroomt, om het te behouden in haar zuivere, geurige toestand. Ik zeg u eerlijk dat diegenen die dit begrip willen volgen en volharden, zullen merken dat de uitstraling van hun lichaam prachtiger wordt dan een lelie of een roos. In het bewustzijn van deze volmaaktheid die voortdurend stroomt voor hun eigen gebruik, kunnen zij deze ervaren als volmaakte gezondheid en schoonheid van aangezicht en lichaam, totdat haar straling schittert zoals de zon. Beminde studenten, als iets zo eenvoudig is en zo weinig bewust volgehouden inspanning vergt, is het dan uw inspanning niet waard om binnen te treden in de volheid van deze levensstroom en tevens haar volheid en zegening te ontvangen? In het oosten was er een geheim genootschap die haar oorsprong had in China. Dit genootschap leefde glorievol in het licht, totdat het hoofd van de orde dacht dat zijn dochter, die hij erg lief had, bij het oorlogsgeweld gedood was door een Engelsman. Dit was nochtans niet het geval. Het veroorzaakte echter de ontbinding van het genootschap. De schilderijen van Fu Manchu, waarvan ik denk dat er 4 gemaakt zijn, vertellen dit aan de buitenwereld. Zij tonen hoe het licht kan vervormd worden door ongeroepen wraakgevoelens. Deze persoon, die gekend is als Fu Manchu, was voor het begin van deze gebeurtenis een wonderlijk mooie ziel. Dit toont aan hoe het oorlogsgeweld en het gebrek aan beheersing van het denken en het voelen van het persoon soms ernstige verstoring in de levensstroom kunnen veroorzaken. Het huidige werk in Zuid-Amerika heeft de vreugdevolle aandacht getrokken van de meesters, voor deze gefocuste straling in werking trad, werd de mogelijkheid om deze te vestigen in de drukke westerse wereld door de meesten betwijfeld, behalve door Nada en mezelf. De anderen wisten echter niet wat ik wel wist, aangezien het feit van onze langdurige verbondenheid hen niet bekend was. Ik zei dus op mijn verantwoordelijkheid, ik zal het proberen. Nu heb ik de volledige medewerking van allen die dit ooit in vraag stelden. De meester van Venus en Lanto waren ook bij ons. Ik zei hen, de tijd is gekomen dat diegenen die zich buiten de retraites bevinden, tot ware boodschappers van het licht kunnen gemaakt worden. Dankzij u is gebleken dat ik het juist voor had,
Uiteraard vraag ik u allen mij bij te staan om dit in stand te houden. Dit bewijst dat het mogelijk is deze machtige, werkzame tegenwoordigheid volledig en krachtig te vestigen in een woelig gebied. Ik heb dit altijd volgehouden en meestal stond ik hiermee alleen. De bekwaamheid van de studenten om het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid te begrijpen, maakt geweldige zaken mogelijk. Om u aan te moedigen, zeg ik u oprecht dat wanneer deze wonderbare omstandigheden worden gehandhaafd op het punt waarop ze zijn, het niet onmogelijk is dat verscheidene van deze opgevaren wezens zo zichtbaar als uw eigen lichaam in uw midden zitten en tot u spreken. Het draait niet enkel om het verlangen van de studenten hiernaar, maar het is eerder een kwestie van de studenten hierop voor te bereiden. Tot voor kort heeft deze goede broeder het niet geweten, maar hij werd hiervoor reeds gedurende 30 jaar voorbereid. De helft van deze tijd speelde de voorbereiding zich af in het onzichtbare. Het was opmerkelijk mooi voor wie het gadesloeg. Vraag: toen ik op een avond in diepe meditatie was, hoorde ik de woorden in de stad Delhi. Antwoord: wat werkelijk betekent in de lichtstad? Oké, dus Delhi betekent lichtstad. India. Vraag: op maandag 29 november 1932 en ook vanmorgen hoorde ik voor de redevoering de volgende woorden van Jezus. U bent met mij verenigd geweest in mijn zorgen. U zult mij nu waarnemen in mijn glorie en u zult de beloning zien die mijn Vader mij gegeven heeft. Antwoord: zo zal het zijn in uw aardse leven. De ware woorden die Jezus af en toe gebruikte, mogen en zullen allemaal ooit ergens in vervulling gaan. Want de woorden die hij altijd gebruikte, waren levend. En zij droegen het opgevaren leven of het volmaakte leven in zich. Vraag: hoe is de politieke situatie? Nou. Antwoord: er zal binnenkort niet zoveel verwezenlijkt worden door het element dat toegang trachtte te verkrijgen als door hen verwacht werd. Het oude gezegde: indien je een kalf genoeg trouw geeft, hangt het zichzelf op, is waar voor bepaalde krachten. Soms, wanneer ze dachten dat ze een gemakkelijke overwinning behaalden, hebben ze hun eigen doodklokken geluid. Nou, dat is inderdaad waar. Alles komt op jezelf terug. Wat ze geven, zullen ze krijgen. De prestatie van de laatste dagen trok de aandacht van velen in de Gouden Stad. Toen wij vandaag de beeld- en klankstralen projecteerden, kwamen ze kijken en ze zagen hoe dit gedaan werd. Ik zeg dit ter aanmoediging van de studenten, terwijl wij het werk vandaag bekendmaken. Diegenen die zich in de Gouden Stad bevinden, zenden hun prachtige stralen naar hen uit. Ik heb zeer lang voor Amerika gewerkt en het was voor mij een grote vreugde te bewijzen dat in Amerika mensen zijn die kunnen ontvangen wat u op dit ogenblik ontvangt en verspreidt. Er zijn meesters van Venus die dit vroeger samen met mij gezien hebben. Het werkgebied van de Kumara's was anders. Nu zijn zij getuigen van deze verwezenlijking. Geen enkele straling kan op eender welke plaats in het universum doordringen, behalve wanneer ze bewust geprojecteerd wordt. De straling die door de zogenaamde sterren geprojecteerd wordt op onze aarde, kan niet in contact komen met de aarde zonder de bewuste leiding van de kosmische wezens die de bewuste heersende tegenwoordigheid zijn van die ster of planeet. Dankzij deze bewuste leiding kan de straling van de ene planeet een andere planeet bereiken. De straling die op deze manier geleid wordt, bevat voor geen enkele persoon iets vijandigs. De universele kosmische wetten van de aarde, die door middel van de wet van ervaring ontwikkeling bevorderen, bevatten datgene wat u kent als weerstand. Indien deze weerstand niet bestond, zouden de mensen geen bewuste inspanning doen.
Hierdoor zouden zij onmogelijk nog vooruitgang kunnen maken op het gebied van mentale kennis en kunnen terugkeren naar het huis van de Vader, van waar de kinderen van de aarde zijn afgedwaald. Weerstand heeft hoegenaamd niets te maken met tweedracht. Weerstand is een natuurwet. Tweedracht is een menselijke schepping. Er is geen tweedracht in het universum, behalve diegene die de mens geschapen heeft. Neem het dynamische bewustzijn aan. Ik ben het zuivere denkvermogen van God in iedereen die hier tegenwoordig is. Dit sluit menselijk verlangen uit. Aanvaard het bewustzijn. Ik ben de heersende tegenwoordigheid hiervan. Verlangen ontstaat in het denkvermogen en wanneer u het bewustzijn hebt, ik ben het zuivere denkvermogen van God, dan verteert dit de gedachte en wordt het lager denkvermogen volledig vrij van verlangen gehouden. Wanneer de vloeistof zich precipiteert in uw hand, erken haar dan onmiddellijk als vloeibaar licht en zij zal zich als zodanig gedragen. Beveel deze eigenschap voordat u de precipitatie begint. De ene student moet niet verwachten dat hij dezelfde werking ziet als de andere. Studenten worden niet verondersteld allemaal op dezelfde manier te zien of te voelen. Er is gedurende de dag geen enkel ogenblik waarop wij niet iets visualiseren, omdat de verbeeldingskracht voortdurend werkt. Sluit alles uit uw ogen, behalve het beeld dat u wenst, want dat is alles wat u aanbelangt. Focus uw aandacht niet op de schijnbare leegte. Heel goed. Zegening. In grote toewijding, in de volheid van ons hart van liefde, in de volheid van onze aanbidding van de goddelijke tegenwoordigheid die ik ben. De opgevaren Jezus Christus, uiten wij onze dankbaarheid en lof voor de ondersteunende tegenwoordigheid. Voor al het goede dat deze straling inhoudt en omdat wij deze straling voortdurend ontvangen. Machtige tegenwoordigheid, terwijl u ons omhelst, worden wij bezield met uw stralende intelligentie, uw wonderbare kracht en onoverwinnelijke moed om voortdurend in uw machtige licht te blijven. Wij danken u. Nou, lieve mensen, dit was redenvoering 18. Volgende week hoor je redenvoering 19. Nou, het is weer prachtig. We blijven ermee aan de slag. Ik hou van jullie. Heel veel liefde en geluk.